We staan hier bij de Deltagoot van Deltares. En mijn naam is Mark Klein-Breteler. Ik ben de projectleider van dit project, waarin we de waterkering van Neer gaan testen. En dit is een unieke golffaciliteit waarin we grote golven kunnen maken die we loslaten op zo'n waterkering. En daarmee kunnen we het gedrag van deze waterkering testen, zoals die ook straks in de praktijk zal moeten gaan functioneren. We zijn bij onze verkenning in gesprek met bewoners. En tijdens die gesprekken met de bewoners hebben ze duidelijk aangegeven dat zij zichtbehoud wilden hebben op de Maas. Er is hier sprake van woningen die heel kort op de Maas zijn gelegen. En dat hebben we vervolgens geïnventariseerd. Met de bewoners hebben we gekeken naar welke systemen eventueel geschikt zouden kunnen zijn. Daar is vervolgens onderzoek naar gedaan en er is glas uiteindelijk als beste systeem uit naar voren gekomen. En dat hebben we vervolgens contractueel doorgelegd aan de aannemer om dat verder uit te werken. Nou, in de Deltagoot kunnen we dus innovaties testen voordat ze echt toegepast worden in de praktijk. En dat is nodig, want je wil natuurlijk niet een grote constructie bouwen in de werkelijkheid en dan erachter komen dat het niet helemaal werkt. Nou, als we natuurlijk een keuze hebben gemaakt voor glas, dan willen we ook zeker weten dat in extreme situaties dat glas de maatgevende belasting kan doorstaan. En Deltares heeft daar een proeffaciliteit voor, dat is de Deltagoot. In de Deltagoot hebben wij eigenlijk het systeem wat we gaan toepassen op werkelijke grootte nagebouwd. In die Deltagoot staat er water tegenaan te klotsen. We hebben een boomstam, een maatgevende boomstam die bijvoorbeeld in hoogwater ook langs zou kunnen komen. En ook dat wordt getest. Die stoot tegen het glas aan en daarmee proeven we eigenlijk de werkelijke belastingen die op dat glas zouden kunnen voorkomen tijdens een hoogwater. Nou, hier kunnen we dus kijken wat de krachten zijn op het glas. Want we meten dus ook een heleboel. Hè. We gaan dus de hele vervorming van het glas gaan we meten. En dat vergelijken we dan weer met de rekenmodellen. Want het glas is wel doorgerekend van tevoren om te weten van hoe dik het moet zijn. Maar met deze proeven kunnen we dus ook kijken of dat nou wel klopt met elkaar. Nou, we bouwen het proevenprogramma langzaam op. Hè. We beginnen rustig met alleen maar een waterstand tegen de waterkering. En dan zien we ook dat die gewoon niet lekt en dat het allemaal goed zit. En dat de krachten ook goed weerstaan worden door het glas. En vervolgens gaan we golven. Die golven geven weer wat meer krachten. En uiteindelijk gaan we ook met een drijvende boomstam aan de gang. En die boomstam die gaat met een flinke snelheid tegen het glas aan. En dan gaan we kijken of die dat ook kan weerstaan. En op die manier kunnen wij dat eigenlijk, zeg maar, wetenschappelijk vaststellen dat het gekozen systeem ook in die extreme situaties de waterveiligheid biedt die wij aan de bewoners ook beloofd hebben. Weet je, de omgeving is juist de aanleiding geweest om met glas aan de slag te gaan, omdat de omgeving zei van we schrikken ons een hoedje als hier een groot lichaam komt te liggen. Wij willen zicht hebben op die haven. Zelfs de havenmeester moet gewoon zicht hebben op zijn haven. En zo zijn we in gesprek gegaan, hebben gekeken naar wat voor oplossingen er zijn. En zo zijn we bij deze glasoplossing gekomen. Nou, voor de aannemers combinatie Structon van de Hirik is het een belangrijk project. Vanuit technische invalshoek kunnen we hier veel innoveren. Dat is belangrijk voor ons, maar ook voor de maatschappij. We werken hier samen met het waterschap aan de toekomst van de infrastructuur, zodat we Nederland veiliger kunnen maken voor uiteindelijk onze klanten, en dat is de eindgebruiker. De samenwerking tussen een natte waterbouwer en een iets droger georiënteerde Structon en de kruisbestuiving van de geesten maakt dat wij tot bijzondere oplossingen kunnen komen die we voor kunnen leggen aan onze klanten.